Om het gebruik van moderne installaties en machines in de tuinbouw te bevorderen, werd in Hoorn een mechanisatiedag gehouden. Voor de West-Friese tuinbouwers werden hier demonstraties gegeven met de nieuwste machines. Zo kan men tegenwoordig schoffelen. De motorgrondhakker leent zich voor alle mogelijke tuinwerkzaamheden. Ook onder struiken kan de bodem er goed mee bewerkt worden. Een tweewielige trekker met ploeg die bij uitstek geschikt is voor kleine bedrijven. Op de rechte einden doet hij het rustig alleen. Een werktuig om in hoog tempo andijvie, kool, spruiten en bomen te planten. De plantafstanden zijn regelbaar. Gerooide struiken en snoeihout kunnen ter plaatse worden vernietigd met de takkenbrander. Door de geringe zijwaartse warmteuitstraling is er voor de omgeving praktisch geen brandgevaar.